één stop of twee stoppen. Twee stoppen sneller, maar dan moet er niks anders gebeuren. Geen safety car of zo. Nee, geen safety car, maar... Ja, goeie. Succes, jongens. Yes. Oh, daar komt een... Dat ging net goed, Ben. Ah, nee. Wat gebeurde er daar? Hij heeft een tik, volgens mij. Ja, ik kreeg een tik en daardoor was mijn auto out of control. Volgens mij tikte ik jou daarmee eraf. Ah, kan gebeuren, hè? Ja, dat is lap 1, hè? Jezus, man. Van P1 naar P15 in de eerste bocht. Ja, lekker. Been there, done that, my friend. Ja. Hey, Australië, je doet. Het is toch een beetje alsof Smash meedoet met een Volkswagen Beetle en een Red Bull livery. Ja, ik zou ook nog even doen. Maar Australië heeft gescoord? Yes, 1-0. Echt, Burrito gaat helemaal naar de kloten zo. Ja, al die topteams die kunnen niet meer. Ja. Oh, wat doe je? Hetzelfde als in die trainingsrondje, ik zat weer op het gras. En dan, ja, het rempunt en dan natuurlijk weg. Ik wilde eigenlijk voor het seizoen nog een award uitreiken voor talent van het seizoen. Want ik vond toch wel dat Binsy was. Die heeft echt een hele grote stap gemaakt. Ja, zeker. Nou, dat mag alsnog. Dan moet je wel nog een keer een shoey doen. Ja, hey, heb je shoey niet gedaan, klootzak? Wel. Ik heb het niet gezien. Het staat in Disney. Dan heb ik volledig gemist dan. Ah, je was niet bij de laatste race. Klopt, ja. En dat was kut, want die had ik echt goed geoefend. Ik had een hele sikke bandenstrategie. Je had alle bochten goed geoefend. En... Ja, nou, het was wel echt manager, hoor. Maar daar zit wel wat strategie bij, hoor. Ava, dankjewel voor die resub. Hey, ik hoor geen alerts. Als de natie of resub binnenkomt. Dat is gek. Ik zit ook nu even net rechts opzij kijken. Prima. Sorry, die alerts krijg ik allemaal niet mee vandaag, jongens. Ik weet niet waarom. Nou, gewoon vaak naar links kijken. Rechts. Ook goed. Wie is er op soft gestart? Ik. Ik zat er echt aan te twijfelen, man. Nou, het was iedere fout dan. Ik hoorde net ineens een stofzuiger achter me, van Linsbergen. Stofzuiger? Ik dacht verschrikkelijk geluid dat er uit die Mazda kwam. Ja, dat is mijn zieke V10 motor, man. Het is geen V10, maar. Wat is het dan? Wat komt dat worden? Ah, fuck! Winst is heel veel leuk, heel prachtig geluid dit, hoor. Wat is dit, joh? Ik ben ook blij dat Robert er weer bij is, hoor. Ja.
Die is voor 14. En geen Ferrari, ja, dat vind ik gek. Het is gewoon Japan. Met trail. Ja, zo. Japan hebben ze geen Ferraris. Ja, Six had kunnen pakken, dat is een soort van Ferrari. Maar nee hoor. Benieuwd welke Ferrari ze zondag gaan aankondigen. Komt een nieuwe Ferrari Vision Gran Turismo, denk ik. Oh. Die had voor jou kunnen zijn, Robert. Ja, ja, had gekund. Heb je creditcard bij je? Ja, ik heb de laatste race eindelijk een keertje gedaan. Dus ik heb hier zo'n 1 miljoen credits. Als je mij de eerste 16 cijfers van de voorkant van het pasje geeft, ja? Kan ik je helpen. Kijk, dat scheelt. Ja, we krijgen ook een nieuwe track, zag ik, hè? Een grote America, volgens mij. Is dat zo? Ik hoop zo. Nice. Ja, dat was geleakt. Oeh. Wauw, je kan veel dingen zeggen over deze game. En dat ze echt veel schrofterige dingen hebben gedaan. Maar het support, en dat was ook bij GT 7, is wel echt goed, hoor. Maar ja, bij GT Sport kregen 10 auto's per update, nu nog 3. Dus. Ja, maar ik bedoel, hoe lang ze het ondersteunden? Ja, zeker. Nou ja, dat is materiaalschaarste, chiffre. Nee, maar Silverstone moet erin komen, man. Die is wel echt nodig, ja. Ik wil ook wat classic tracks, weet je wel. Grand Valley of zo. Zandvoort zou ik ook wel leuk vinden, hoor, keertje. Ook goed. Ja, dat is de enige reden waarom ik soms wel eens Assetto speel. Ik je dan ook al op niet, zo. Ja. Nee, nou zetten dan rijd ik in één keer netjes. Oh. Ja, daar heb ik keilang gedaan over een SA van 70. Ah, man, het begint nu al. Ja, ik ben op medium begonnen. Ja, ik ook. Maar ik durfde het niet aan. Soms gaan 700 is mijn suits. Ja, 8 bij mij. Bij mij 6. Kom, maar na 2 rondjes achter dat ik niet op die band ging rijden. Nee, ik heb wel lang over nagedacht om een 2-stopper medium rood-rood te doen, hoor. Dat is sneller. Red je dat? Ja. Als ik een 2-stopper zou, denk ik rood en 2 keer medium. Waarom? Je kan 8 rondes op de rood en 14 rondes op medium, dus ja. Ah, oké, ja. Oh, ik zit in de slipstream. Ja. Ja, ik heb lekker dubbel slipstream hier. Die 130 R is wel heel moeilijk als je in de slipstream zit, want dan mis je ineens een stuk. Dat ging best aardig, hoor. Sorry. Ah, ik vind het vreemd dat de game zegt dat je moet remmen voor die 130 jaar. Ja, serieus? Dude, als je ook gaat oefenen, de AI die remt daar ook keihard iedere keer, hè? What's up, Nick? Alles goed, jongen? Ik hoef niet te remmen voor de 130 jaar, dan? Gewoon liften. Nee, liften vol gas. Ja. Nee, moet hem wel liften. Als je hem goed instuurt, hoeft dat niet. Het hangt denk ik ook van de auto af. Ja, op de soft kan ik hem wel volgen, gas, maar op medium moet ik liften. Ja, oké. Okay. Ik denk tijdens de race altijd gewoon minder risico. Proberen. Ik ben gewoon mijn grip gewoon helemaal kwijt, man. Kut. Rechts voor al op 75%. Wat? Ja, dat ik weet ook niet wat er aan de hand is. Oh, hier, ik zit pas op de helft. Helemaal niks, gewoon kwijt. Hyperstop. Pas op. Ja. Als jij eigenlijk met de Ferrari livery te rijden in plaats van Haas. Ik weet niet wat er aan de hand is, man. ik heb nog geen 10% eraf, joh.
Nou, ik al wel. Houd hem nou wel, ja. In mediums. Bijna wat kwart. Ja, 25% is eraf, hè. Ja, oh. Geen 75, hè. Ah, oké. Okay. Oké, okay, dan zeg je het iets anders dan de andere mensen. Sorry, ja, ik heb nog 25%, maar... Ja, oké. Okay. Maar dan zou je niet al grip moeten verliezen. Ja, dat had... Ja, nou, ik zag hem glijden. Ik zit het op het vuil in die hechtpin. Ik denk dat dat het was. Ik weet niet of die marbles hier effect hebben, maar... Ah ja, als je hier op het vuile deel van de baan komt, dan merk je het echt zo. Ja? Ja, Ja, dat merk ik dan ook, ja. Ja, ik ben al helemaal, ja. Ja, kijk, het is nou weer terug. Schild er bijna zitten. Ja, ik zag je best heel kort weg. Ben ik ghosted? Nee, ik ben niet ghosted. Moet even uitproberen. Kut man, 12e. Wat gebeurde er? Ben je gecashed? Ja, ik vloog weer vanaf. Ja. Ik binnen hoor. Ik zei, die Mazda is een lastig gehaald hoor. Ik had hem ook even geprobeerd toen ik jouw Robert ermee zag. Hij is snel op dit moment, maar ja, hij is heel snel, maar kerel. Het is niet een auto waar je even mee kan rachen. Maar dus, ja, dat is ook waarom ik niet in die Mercedes reed voor het seizoen. Naast dat het ook gewoon niet de beste auto was, maar... Het is gewoon zo zonde om die race weg te gooien als je gewoon net een klein foutje maakt. Dan kijk ik liever naar een auto die ietsje trager is, maar ja, in ieder geval wat stabieler ligt. Daardoor had ik uiteindelijk voor die WRX in het eerste seizoen gekozen. Toen wij die allereerste update waren heel veel auto's nog zo ontzettend zenuwachtig. Ja. Toen had ik zoiets van, weet je wat, what the fuck, ik kies zelf wel gewoon een iets langzamere. Maar met deze kon je echt weer rammen. Man. Misschien voor die auto. Taart, ik kan het niet zien, man. Ik ben je ontzettend dankbaar, maar ik kan het helaas niet zien. En ik krijg... Kwam er wel een alert in beeld? Volgens mij was het €150. €150? Wat? Oh ja, ik weet niet. Wat? Moet je maar even kijken. Even op pauze. Daar maak ik wel tijd voor zo'n donatie, of niet? Ja, zeker. Na de race. Oké, na de race, ja. Even een virtual safety car. Of een virtual safety car, ja. En we maken dit seizoen ook gebruik van die tool die we ook met F1 hebben, dus dat is wel nice. Nice. Cool. Was wel echt vet al die stats over bandengebruik en... Ja, dat krijg je daar dan weer niet, maar... Echt ontzettend bedankt, Taart. Je bent echt een fucking baas, houden. Maar horen jullie in de stream dan wel geluid? Als er een donatie binnenkomt? Of ook niks? Echt, de softs zijn helemaal op nu. Ja, ik zit te twijfelen of ik op mediums mee heb gestart. Ja, ik kan je zeggen, ik kom de bochten niet meer door. Met onze auto kan je 8 ronden als je zuinig bent. Misschien wel. Ja, het gaat misschien wel lastig op controle. Ja, ja, dat geloof ik wel, ja. Ik zou gewoon gaan voor de 10 zitten, kan je echt wel. Ja, no guts, no glory, hè? Ja. Ja, in principe, ik heb nog genoeg over om nog een rondje te doen, maar ik verlies zoveel tijd van mijn gevoel. Maar die andere banden zijn ook niet chill, hoor. Ik vond op onze auto, witte band, heel zenuwachtig. Ik heb jullie een band ook opgegooid, maar hij werkt ook niet bij mij. Wat heb je? Een paar auto's, bedoel je? Nee, ik verstond niet wat je zei.
Oh, ik heb een witte band die net onder gegooid. Ja, die vond ik tricky hoor. Ja man, ik krijg hem niet werkend. Nee, dat ja, had ik ook. Als je vanaf soft komt, dan is de hard wel echt ineens heel veel vervelend. Ja, het is echt een hoge stap. Ja. Dankjewel voor die follow. Maar mijn bandenslijtage op medium gaat ook wel hard. Ik zit nu op 20%. Oh. Oh. Ik heb 50. Ik ook. Maar jullie 20% slijtage of... Wat zeg je? 20% slijtage of... Nee, ik zeg het wel, oké. 20% roodstreepje. Oh jezus. Ik zit op 50 ongeveer. Ik ook precies 50. Ook. We moeten eerder opschakelen, oppassen met uitaccelereren uit de bocht. Dat scheelt voor mij heel veel. Nou ja, ik rijd nu ook weer op PS4 en ik mis echt een hoop feedback die je met de PS5 controller hoort. Ja, dat geloof ik wel, ja. Ja, ik speelde ook wel God of War, alleen ik speelde God of War 1. Rondjes Matthijs, netjes. Ja. Kan bijdenken, hè? Ja, sap op je. Oh, ik weet nog wel een keertje met de Alvis. De eerste race was dat of zo. Echt de laatste ronde. Ik weet niet of die vooraan lag, dacht het wel. Had hij geen benzine meer. Oh. Dat was echt kut. Maar er was nog geen sport, dus dat is wel een tijdje geleden. Toen er nog zwart-wit was. Precies. Een handsome monkey! Dankjewel voor de gift subs! Ik kan het niet zien verder of wat er ook nog horen, maar dankjewel. Ik zag trouwens laatst van die Super GT een video van GT Sport. Ik dacht dat die game ongeveer hetzelfde uitzag, maar... Toch wel best wel een groot verschil. Voor mijn gevoel ziet het er ook hetzelfde uit. Ja, maar die game zag echt niet uit bij hem. Want ik heb hem laatst nog gespeeld, gewoon wel een mooi spel hoor. Ja, dit is wel mooi. Dat is een Power Fusion. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik tussen PS4 en PS5 amper verschil merk anders dan de laadtijden. Qua graphics zit het er eigenlijk. Ja, ook als je die naast elkaar zet. Ja, dan ook wel waarschijnlijk. Maar als je gewoon kijkt. Ik had de Digital Foundry video gekeken. En dan. Kijk, de resolutie. Volgens mij is het 1800p versus 4K. Dus dat merk je niet echt. Maar het is gewoon veel. De begroeiing langs de weg. Veel minder gras, dat soort dingetjes. Ja, maar het race er zelf niks. Nee, ik wou zeggen, het race er zelf niks. Eigenlijk is de controller nog het grootste verschil. Als je met controller speelt. Ja. Thanks, Smash. Goeie goal. Heeft wel tijd om voetbal te kijken aan het toneel te gaan. Ik vind het ook daar jammer. Daar is hij druk mee. Ik vind het ook jammer. Van wie was de goal? Niemand is zien. Misschien is Smash far op dit toernooi, hè? Je weet het niet. gezien die eerste wedstrijd, zou me niks verbazen. Even oliedollars in de zak, hè? Zoals je een hand zegt, die eerste vorm. Ja, het schijnt dus echt buitenspel te zijn, maar ik vind het heel moeilijk om mensen erbij uit te leggen. Ik geloof er geen zak van, om heel eerlijk te zijn. Ja, het gaat om de laatste twee spelers, Kaderman. Ja, maar als ik daar kijk, zit ook nog een keeper tussen. En de laatste twee spelers, hij staat volgens mij echt niet buitenspel. Oh.
zitten al op een derde, jongens. Serieus? Yep. Zo, dat is snel. Yep. Precies getimed ook, derde, 20 minuten. Het is net alsof we het zo uitrekenen. Ja, ik zou het bijna denken. Het is conspiracy, hè? Toch een pijl. Dat op een platte aarde, toch? Ook nog eens. Waarschijnlijk door een van de aliens gedaan. Ja, 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 die, de rotatie is wat traag en zo. Snowy naar 1100 van haar binnen op zijn nieuwe drums. Ja, ik zit ook te kijken. Hij komt als een bandenfluisteraar. Nou, in die Beetle niet, hoor. Waar reed hij nou in? Beetle? Ja, Beetle. Ja. Maar hij zat te kijken met het oefenen. Toen waren ze voorbanden op 20% over, zeg maar, en zijn achterbanden nog bijna vol. Dus hij zou eigenlijk hard soft moeten rijden. Hard voor, soft achter. Zo kan je wel starten. Een slechte band. Ja, zo kan je starten, ja. Ik zou het alleen zelf nooit doen. Nee, het is denk ik heel verraderlijk. Ik weet niet of het werkt, ik heb het nog nooit geprobeerd. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar ja, ik weet niet of ik iets zou kunnen merken. Ronde 11 en de softs doen het nog steeds. Nee joh. Ja, ik ben nog steeds niet gestopt. Ik ren nog steeds op die softs. Dat doe je heel leuk. Maar wat zijn je rondetijden dan? Verlies je niet heel veel? Ja, je loopt er wel uit, maar echt enorm. Na die spin was er al een gat en nu wordt alleen maar. Al lijp hoor. Maar ik hoop gewoon dat er iets gebeurt en misschien win ik wat met de safety car, hè? Ja. Dat zit hier niet in. Ja, want er kan niet zoveel gebeuren in deze game, hè? Het is wel jammer, hè? Heb je mijn laatste drie races niet gezien? Jawel. Ja, die vond ik best wel vermakelijk. Ja, dat snap ik. Als toeschouwer. Nee, die heb ik heel even zitten kijken. Kleine sadist, die bit. Ja, dan ben je terug bij mij. Jij geniet er ook van dat mijn 70 rating op D staan. En daar kan natuurlijk geniet ik ervan. Geniet ik ervan. Oh, wat een lobby. En ik vind je altijd leuk op de klooien in Warzone. Ik kan ook nog maar. Ik baalde wel dat ik fucking laatste race van Formule 1 heb gemist, man. Dat is wel. Ik heb echt dat was gezellig. Bijna de helft van de races gemist dit jaar. Oh, hoop safety cars. Ja, dat wel. Nou, dat zou je niet zo snel verwachten op Dubai. Of Abu Dhabi. Abu Dhabi. Iedereen die ging pitten, die kwam achter mij, die heb ik nog een ronde achter me kunnen houden. Dus, lekker. Zelfs Raymond nou een paar keer opbeten dan. Back him up, back him up. Ja. Ronde 11 ga ik toch echt naar binnen, want die brand is weg. Oh, what the fuck? Nou, ik vlieg weer vanaf, hoor. Zonde. Ja, 11 rondjes op de soft. Oh, shit. Mooi hoor. Ik denk dat je een fout hebt gemaakt met die auto. Ik denk het ook. 2-1 Frankrijk. Lekker. Ja, misschien is het een GameKings kwaaltje, Smash. Jezus. Wow. Oh, Jezus! Wat is dit nou? Ben je nog maar net goed, Bunzy? Ja, die auto, joh. Dat is heel anders als in de training. Oh. Ik moest even volgende ankers voor je. Excuses. Ja, is gebeurd, joh. Dank je wel. Maakt niet uit. Tot onder controle. Ja, ik word er maar net. Ik ging echt 1 te lang door, 10 minuten. 2 seconden verloren. Oh, op je medium band dus net zo lang gereden als ik op mijn soft? Ja. Oh shit, dan had je toch veel meer eruit kunnen halen. Nou, hij krijgt gewoon slecht. Ah, dat. Of je rijdt te snel voor die band.
Matthijs van de baan aftikken hier. Ik moet zeggen, bij mij was de mediaband ook beoogd op 15 rondes of zo, hè? Ik had 14 verwacht, dus eigenlijk is het iets te vroeg. Die Porsche die vreet zijn banden ook wel weg. En mijn rijstel ook. Dus. Ik ben nu naar medium gegaan, wie weet kan ik die ook op het eind wat je rekken. Dan moet ik het halen. Oh, wat fijne verse bandjes te hebben. Want officieel kom ik 400 tekort, maar als ik die net weet te rekken als de soft, dan kan ik hem uitrekken. Welke banden heb je gehad dan? Mediums nu. Nee, Madboy. Ook mediums nu. Ah, oké. Okay. Wat had je daarvoor? Soft? Nee, medium. Medium soft ga ik doen. Ah, oké. Okay. Anders red ik het niet. Daar rijd ik te agressief voor. Godver. Nee. Ik had dan wel soft soft medium gedaan, hoor. Nee, dat had ik net niet gered. Ah, oké. Okay. Met de nieuwe chat layout op over de gameplay. Is het nice? Geen idee, ik heb de stream niet aanstaan. Alle UI elementen van de game. Vraag me wel of ik 3,5 seconden moet halen om het snelste rond te kunnen rijden. Ik moet nog 6 halen. 5,5 eigenlijk. Ja, ik moet zeggen, mijn rondetijden zijn ook eigenlijk veel langzamer dan dat. Sorry. Nee, je raakt me net niet volgens mij. Ja, gelukkig. Ja, banden zijn op. Dat is kust. Thanks. Hoor ik graag, dankjewel man. Kom, Bensy! Oh man. Wacht, deze auto is zo gevaarlijk, hè? Maar ja, buitenom daar, dat ging ik eigenlijk. Hij was gewaagd, jongen. Hij was gewaagd. Ja. Derde keer eraf gevlogen al, hè? Bensy is strijd hard op de laatste plek. Want nee, dat voor talent van dit jaar. Ja. Snap je nu waarom je hem niet hebt? Nou, maar ik heb wel. Want ik vind wel wat een gepaste prijs is. Voor het talent van het jaar. Moet je kletsen? Nee, nog een keer een andere auto moet kiezen. Nou nee. Zat hij toch te zien ook al over te zeiken? Nee, dat is niet meer kiezen. Ik wil alleen de laatste race van een andere auto. Want dat sloeg natuurlijk in mijn neus. De laatste race, wat dan? Ja, de laatste race was helemaal, lag aan de auto. Zo, je kon er winnen? Nee. Je kon het kampioenschap winnen? Nee. Ja, je hebt je auto nodig. In de AMG niet. Oh nee, maar ik bedoel, die race had je het kampioenschap kunnen winnen? Ja, dat klopt. Alleen daar had ik gewoon de verkeerde auto voor de laatste race. Ja, dat is zuur. Het hartje van tevoren kunnen checken. Sorry, dankjewel voor de 12 maanden sub. Nee, dat is hier. Ja, iets te veel keur.
Zo, het kost ook echt zo'n tijd te runnen. Ook nog flinke schade. Oh, er liggen er vondersvuurtjes. Kom maar, bij jou met die haderbandje van jou. Zeg je? Ja, ik rij eigenlijk bijna dezelfde tijd als ik nog niet doe. Dus... scheelt 14 of zo. Nu rijden we echt in niemands land. Hé, hey, ik ga iemand lappen. Ik weet niet wie het is. Dat is vroeg. Wat? Ik ga iemand lappen. Oh, dat zou mij wel zijn. Dat is een paarse auto. Oh nee, dat is Boemetje. Denk ik. Nee, die heeft een blauwe. Geen paars. Ja, dat is die paars. Porsche. Dat is gewoon een slechte auto. Kost motor, gemeenteraad, slim. Wat? Huh? Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Het is na het 9 seconden gekost. Even iets te hard hoor. Toch? Die ligt 36 seconden achter mij, dus ik weet niet wat daar aan de hand is. Ja, die heeft autopilot aan zijn. Oh. Maar daar is niet in die koers is volgens mij. Nou, we gaan er proberen een puntje te pakken. Zou dat haalbaar zijn? Ik sta 14. Volgend seizoen sowieso. Ja. De kaarten zijn anders geschud, meneer Koos. Ja, gelukkig toch? Zeker. The more the merrier. Ik vind het leuk. Als je maar plezier hebt, toch? Dat is het allerbelangrijkste. Je hebt wel meer plezier als je eerste wordt. Nee. Sowieso. Sowieso, hey. Dat slaap ik heerlijk hoor. Kijk nog even terug op Twitch, even een fapje en dan ga ik slapen. Oeh, dat vuil jongen is echt zo verraderlijk. Een fapje op je eigen stuur. Oh, rechtmatig. Dat heb ik meestal op andermans stream, zeg maar. Ja, op mijn stream, dat snap ik, daarom. We delen hetzelfde. Man. Die harde band, wat een kutband. Concentratie, die vliegt de deur uit hier. Ja, bij mij ook. Nou, ik moet zeggen, die harde positief. Band is gewoon stoeien. Die harde band? Ja, man. Ik ben echt de hele tijd bij mijn stuur in de rat. Nog een keer daar, die kant op. Thuis voor jou? Is het? Nee, Boemer. Oh. Ik wou net zeggen. Oh, dat had ik gewoon kunnen zien natuurlijk. Ja, ik rijd toch van dat voor. Oh, sorry. Ga maar door. Heel binnen door. Kom er ook aan, Boemer. Zie. Course teamgenoot, hè? Dat hou maar even terug. Dan heb je een hoop teamgenoten dit jaar. Ja, halve krit. Dankjewel. Ja, anders kom je voor de chicane.
Nee, zeker niet, nee. Daarom, dankjewel. Momentje! Peter weet. Ja, dat is daar gevaarlijk hoor. Ja. Die AstroTurf wil je echt niet raken. Ik raad je niet aan, toch? Nee. Oké, dat is goed. Ik heb gras aan. Dat is goed. Ga je door de grenbak? Ja. Ik weet niet wie het is, maar alsjeblieft fix het. Ik weet niet wie is het, bro. Hallo. Dankjewel, Hoemer. Het is Bincy die bezig is. Bincy! Zet je mic uit! Sorry. Je kaak. Sorry, Daisy. Zo beter? Als het niet kaakt, is het beter. Maar je kaakt nog steeds. Vindt hij een goede apparatuur? Ik sta maar aan. Ik weet niet, ik kijk heel erg. Mike is kut. Ja, betreft een stuk, boys. What's up, Home Alone? Ja, het is bijna een soort van chips moment inderdaad, ja. Never forget. Ik wil nog even zijn telefoontje af laten staan. Is het rechtstuk eraf? Ja. Ja. Ik vond alleen maar erger, joh. Wat gebeurt er allemaal? Opgelost? Ja, nu wel. Ja, man. Klinkt beter. Nee, we horen je nog steeds. Heb je de microfoon uit je baard gehaald? Of? Wel, jij? Met rassen scheden dichterbij, mijn boy, maar... Ja, ik heb een klein foutje gemaakt. Ah. Dat is een bijna kwijnende hierpin. Even niet. Of komt de beste? In die Porsche zeker? Ja. Ja. Iets te vroeg op mijn gas. Heb je geen traction control aan? Ja, op één. Ja, kom. Hey, Porsche is gewoon echt heel slecht in low speed corners. Mm-hmm. Ja, maar dat is die voor mij ook wel. Oh god, hij begint wel weer te glijden. Ja, dat had ik dus na hetzelfde aantal rondjes, denk ik. Daarom kwam je toen even dichterbij. Ja, nee, maar wat ik al zei, dat had ik, heb ik vanaf ronde 1 met deze harde band. Maakt de auto heel zenuwachtig. Vooral bij het uitaccelereren. Ga ik heel rustig op mijn gas.
Ah, shit. Wat wel fijn is, nu Smash niet meerijdt, de bordjes blijven staan. Hoe lang doet de pitstop hier? 25 seconden. Waarom is het 2 stoppen sneller? Ik zit binnen een seconde! Nou, was het DRS dan? Ja, godverdomme. Het was volgens mij Sip was het ofzo. Of was het Tuf voor jou? Ik weet het niet. Tuf reed voor me. Oh, dan was het ook met Tuf, want Tuf was daarvoor ook afgegaan. En die gooit hem in één keer op de racelijn en ik zag hem gewoon echt veel te laat. Ja, hij stuurde mij net de racelijn op terwijl ik eraan kom. Huh. En ik wilde wel om hem heen, maar ja, dan gaat het niet. Dus ik gleed om hem heen en kwam ik in zijn zijk. Penalty van 1,5 seconde. Ja, ik heb hem ook eentje. Het is zijn fout en we kregen een fijn spel. Ik wil er niks meer over horen, Joost. Van mij allemaal eens overkomen. Oh, te kut. Ja, ik heb rijd toch achteraan, dus we maken toch niet. Ik kan het wel. Voor mij zal het niet veel veranderen. Jullie niet af, toch? Af is of wel? Ik zag niet helemaal. Hup, Tuf gaat er weer helemaal af. Ja. Ik hoor nog geen geklaag, dat was nog wel. Oké. Of is iets al de hele tijd stil, dus ik weet niet. Ik haal hem net in bij die 130R. En zit hij wel in de voice chat dan? Ja, hij was hier net wel, maar precies weer weg. Die hield hem aan de binnenkant ver extra achter, maar hij schoot mensen naar de buitenkant. Dus of ik heb hem toch eraf geduwd, maar dat weet ik dan niet. Maar hoor ik dat hem wel. Gaat de schade vanzelf weg, we moeten naar binnen. Moet je binnen naar binnen. Waar heb je al schade? Niet de ronde? Kijk even bij de schade of het erg genoeg is voor je, want als je naar binnen moet, dan gaat je hoop tijd kosten. Ja, het is mijn hele voorkant. Ja, dat wil nog niet zoveel zeggen hoor. Rijdt hij ook echt heel anders? Nou, het valt me. Nou, dat bedoel ik. En kijk naar je rondetijden zou ik zeggen, want anders ben je gewoon 25 seconden kwijt. Yes. Pak even je slipstream mee, hoor. Houd de meisje zo snel weg, stuk. Oh, sorry. Ik weet, waar komt die nou vandaan? Ja, je laat elke keer daar een klein beetje... Kom maar. Je laat elke keer een klein beetje ruimte open. Ja. Probeer ik nu mijn neus tussen te zetten, alleen... Ja, je draait ook naar binnen natuurlijk. Hey, ik had het niet verwacht daar, dus vandaar dat... Oh, dat is al de tweede keer, doet. Serieus? Ja. Hè? Dude, heb je niet in de gaten gehad dat ik naast je zat? Nee, echt totaal niet. Ik voelde je dreiging gewoon niet, kan je nagaan. Ja, dat is wel duidelijk. Totaal niet onder de indruk. Nou, 2 minuten hier, daar ben ik wel blij mee.
nu had ik het wel door. Fishing en starts op de Apex papier. Oké, nu moeten we echt zorgen dat we voor mijn tijd komen. Want anders dan. Ja, dat is wel belangrijk. Oh, dat was spannend. Dit was spannend. Ik heb niet gisteren dat gedaan, dan was het allemaal een simpel geweest. Ja, die dame ging gewoon op zeker. Mijn bandje was echt bijna op. Wat heb je nu, soft? Ja. Ja, als we dat ongelukje niet hadden gehad, dan waren we er voorbij. Dan had ik wel heel veel moeite moeten doen, waarschijnlijk. Nee, denk ik niet hoor. Je hebt wel een softband natuurlijk. Ja, we hadden sowieso niet volgehouden, maar we hadden het nog moeilijker kunnen maken. Zo, dat is misschien lang beter dan ik had gedacht. Wat voor. Ja. Kijk, jij pakt hem heel wijd, zie je? Ja. En ik kan hem heel strak pakken. Daarom zit ik de hele tijd van. Als ik dat doe in de Porsche, dan sta ik achterstevoren. Ah, mooie top 3 hier wel hoor. Nu nog eens bij elkaar. Nog wel. Ja, maar ook hoe die zo'n mooie afstand. Dat niet meer. Ik denk allemaal seconden in je bocht heb. Omdat ik ga aan het verleden. Gaan we links aan, bitch. Heeft dus Lobby gejoind? Hoe dan? Senna. De echte. Vanuit het graf. En die zag zulke vette battles, die denk ik moet echt zien. Ja, pompje. Of ze hebben PlayStation 5 staan boven de hemel. Dat zou wel verklaren, maar we ze hier niet kunnen krijgen. Oh, het ging zo goed. Ach, al die consoles liggen toch op de zee met de boot voor Sinterklaas? Ja, er liggen nu ergens op de bodem van de Noordzee. Ja, er liggen echt duizenden PlayStation 5. Impactjes boten op de toon. Arme kinderen die een PlayStation wilden. Ja, allemaal weg. Ja. Links, kan je niet achter mij rijden? Dat ben ik. Ja, ik loop het. Ik wil zo'n NASCAR rijden. Ik heb gewoon normaal scherm, dus nu heb ik echt... Oh, ja. Die blast was er niet om mee te werken natuurlijk. Ja, je zag voldoende om mee te raken. Ja, oké, jou zag ik hem wel, ja. Dat is mijn enige kennispunt. Okay. Zeg maar wanneer ik opzij moet, Koos. Ja, niet hier. Oh, die hoort maar lekker op. Maar ik zit wel echt in een hele sikke battle, dus ik hoop niet dat je het gaat verneuken. Oh, thanks. Ja, dat doe ik expres.
Nee, het zou zonde zijn als ons duel daardoor wordt beslist. Nee, daarom zei ik het ook. Thanks, ouwe. Ja, graag gedaan. Ja, je wordt toch altijd zenuwachtig hoor, als je mensen in de verte ziet. Ik had toch voor die hard moeten gaan. Nee. Ja, ik heb eigenlijk thuis spijt van mijn hard strategie. Totaal niet de pace die ik verwachtte. Ja, bij mij ging die mediums zo hard, dus ik had al twee mediums gedaan voor de 20e ronde. Ik denk, ja, of ik moet hard en dan is het een beetje overdreven. Of softs, maar het is eigenlijk toch te... Ja. Zo wordt een 3 stop, dat leuk joh. Je bent anders. Hallo? Hallo. Heb je nou niet meer? Nee. Nou, dan moet ik toch de volgende race weer de AirPods weer pakken. Timo. Hé, hey, Boemer. Dat is een bekende uitzicht. Oh, Sido. Ik zei hey Timo, want iemand die heette Timo. Oh, ja. Nou zei ik gewoon hey Timo. Daar moet je zelf... Maar Sido is ook goed hoor. Ja, kijk maar wanneer je me langs sluit. Ja, het liefst op een stuk dat ik achter je aan kan. Die spin in het begin en die zo een tegenstop en een audio stop, dat heeft me niet goed gedaan. Ja, ik ben ook een beetje concentratie aan het verliezen hier nu. Ik ben nu wel zo'n strakke ronde te rijden. Mijn Discord deed het op een gegeven moment. Zag ik dat hij het niet deed en zo. Zullen we fixen? Je moet ook niet streamen en gamen tegelijk, joh. Nee, dat is en dan moeten ze door naar de wc ineens, dat is echt drama. Alle ellende in de race. Gewoon een luier, Boemer. Maar gewoon een volwassen luier aan. Ah, die ga ik niet vol scheet op stream. Oh, niet op stream, hè? Niet op stream. Anders maakt het niet uit, dus ziet niemand. Live kakken op stream? Weet ik niet. Ja. Geen idee worden de. Want zolang je tape niet laat zien, is alles goed. Nee, tape mag nu wel. Je moet echt zien. Mag dat weer wel? Mag een tape op? Ja, heb je niet geluisterd? Oh, dat is helemaal niks, hè. Ik heb zo vaak met mijn tape op Twitch gestaan. Ja, maar nu staat hij in de regels dat het ook mag. Laatste TOS heb ik niet gelezen. Het was hoeveel pagina's rond? Nee, je hoeft alleen die update te lezen. Dat is toch handig? Lees je ook nooit je contract als je ergens gaat werken? Nee, contract, flikker op. Kijk alleen naar cijfers en salaris. Nou. Ja, als je niet zullen voor de komma staan. Ja, een aantal feiten gaat het ook een beetje. Nou, het is salaris inderdaad, en welke auto krijg ik? En ik moet een iPhone. Meer heb ik niet nodig. Oh, dat zijn niet heel grijs. Nee. En 30 vrije dagen of zo, toch? Wow. Vaderschapsverlof wil je nog met terugwerkende kracht? Gewoon 42 vrije dagen, niet meer. 30 vrije dagen, wat is dat nou? Pijnlijk. Je moet gewoon in de techniek komen werken. Ik heb 28, ik krijg ze niet eens op. Ik heb nog 12 over. Wat? Dude, ik heb 7 weken en er komt altijd tekort. 7 weken? dat is 35. Ja, dat is een backdoomer. Ja, ik had een William skin, hè? Ik had salaris ingeleverd om naar Game Kings te komen, dus heb ik dat uit onderhandeld in ieder geval. Volgens mij hebben we dezelfde William skin, niet? Alleen ik heb mijn met iets meer stickers aangepast. Ik heb nog mijn blog erop staan en mijn naam. Hey, wat gaan ze aan de kant doen, hè? Oh, sorry! Je hebt 300 blauwe vlag al gehad. Ja, ik kom toch niet aan de kant. Marshals hebben een lamme arm intussen, nee hoor. Ja, dit durfde ik niet, Milko. Oh, dit is trouwens weer Milko. Levensgevaarlijk. Ja, dat was een mooi gevecht aan de dame, Jesus. Oh. Ook echt in de 130 aanbrengen naast elkaar. Ik ben Milko. Het ging net niet. Oh, die ene keer, ja. Dat lag aan jou, hoor.
Ja. Jammer, jij hebt mijn puntje. Ga aan de kant. Ja, zeker niet. Maar ik moet er echt voor strijden. Zeker. Op welke band sta jij? Niet. Jij hebt toch volgens mij weer. Ja, klopt. Ik ben al net even naar binnen gegaan met medium zware weer aan de klant. Maar ik moet zeggen, die medium reed lekker. Wat doen jullie met die dingen? Ja, echt. Die van mij is wel echt deze auto inwisselen. Wij gaan de voorbanden heel snel aan. Ja, bij mij ja, de voorbanden zijn ook wel het ergste hoor. Ja, maar, ik heb toch maar. Nu met mijn hart. Ik heb denk ik 15% van eraf. Wat? Ja, ik heb echt 75% eraf gereden. Ja, dat merk je ook wel in je rondetijd nu. Yep. Ja, ik kan je niet echt meer bijhouden. Ja, volg je ook gewoon soft hard. Twee, 3,5. Kijk eens aan. Die Mercedes is breed, gek. Ja, jongen. Dan is er nog kwart. Ik dacht van die GTR's. Normaal. Oh, what the fuck? Ik ga er weer vanaf. Wat is er met die GTR? Die is ook hartstikke dik, joh. Oh, ja, ja, zeker. Ze zijn te ver op de gras. Nou ja, en op de curb. Ik sneed hem aan op de keuken. Maar hey, ik heb je van tevoren gewaarschuwd, Bincy, dat die auto moeilijk was. Dat is waar. Ik maak gewoon heel veel fouten. Ja, maar je maakt fouten omdat die auto gewoon heel moeilijk is. Ja, dat had denk ik met iedere andere auto ook gekut. De fouten die okay, ik maak. Oké, nou, vorig seizoen vond je heel stabiel. Ja, ik wou graag een andere auto. Ja, ik ook. Ik ook. Papa van de Vos. Ah, hij klinkt wel lekker. Die V-team. Yeah. Ja, wat daar heb je wat aan. Ja, maar dat had ik ook met die Ferrari. Het was niet te rijden, maar het klonk wel mooi. Je vond nog iets moois, toch? Als je achteraan rijdt. Precies. Oh. Nou, ik was blij dat die fucking Ford GT niet helemaal trash was vorig seizoen. Want dat is in de game wel eens anders geweest. Dat was ook wel een lijp auto. Dankjewel, Alvist. Ja, dat was heel nice. Hij was in één keer een optie. Ik heb Alvist nog gepakt. Ik heb er zo'n 20 seconden ingelopen. 3 rondes. Meer zelfs. Koos, is dit nou je eerste race zonder penalty? Ja, volgens mij wel. Die eerste kan nog komen. Nou, ik had hem kunnen krijgen bij de moment in de hairpin, maar... Hij besloot me te sparen. Of zou hij dat doen omdat ik heb gewacht en je voorliet? Ja, soms kijk je daar wel naar. Als je ook zeg maar, afsnijdt, maar als je gewoon zorgt dat je heel langzaam gaat, dan kan je soms een penalty ontwijken wel. Ja, daar leek het wel een beetje op namelijk. Maar met Grak net het asfalt af. Ja, dat is heel dodelijk hier hoor. Ja, met arm gaan we. Ik denk hem net aan. Oh, mooi gevecht zit ook. Ja, het gaat ook nog langer dan dat hier, hoor. Ik merk gewoon dat ik domme foto weer aan het maken ben. Maar ik ben voor mijn leven veel makkelijk met concentratie vast zoals het hier bij... Ja, ik moet zeggen, deze race ook op moeite hebben. Wie zit er achter? Wat is de reden daarvan dat ze daar... Ja, weet niet. Misschien toch geen sturen, man. Ja, dat scheelt er wel. Jongens, dankjewel voor de 55 maanden. Sorry, ik hoor geen alert, maar ik zie het nu. Thanks. Abdel, goedenavond. Ah, come on. Waar ga ik jou voorbij laten? Oh, zit er. Oh. Ja, sorry. Dat was niet de bedoeling, joh. Nee, man. Nou, Koos, kom op. Nog één foutje. Kan nog. Liever niet. Ja, ik ga ook niet extra voorzichtig rijden, want dan roep ik het juist op mezelf af. Ja. Nu is de laatste ronde, begrijp ik.
Maar ik zweer het je, dat is puur bandenmanagement, Lichief. Want jij had het hogere pace. Ja. En je zag het ook al bij de eerste stint. Toen kwam ik ook halverwege dichtbij. Ja, ik zat ook te twijfelen over die Porsche, omdat die al wat zwaarder op zijn band is. En ik zelf normaal nog wel agressief rijden, dus... Maar ja, die ene, dat ik gewoon te hard over de curb ging en spinde, dat heeft me gewoon 9 seconden gekost. Ja, dat is kut. Dus dat... Dat is niet nodig. Dat had ik voor Matthijs gekomen ook, en dan had dat nog interessant kunnen zijn nu. Ik kan ook. Ja. Dat is niet helemaal zo. Maar dat bedoel ik. Ik ga nu finishen en ik heb 40% op mijn hart. Ik heb echt nog een klein wit streepje op mijn voorband. Ja, ik heb echt nog heel grote witte strepen. 55% van de soft eraf in die paar rondjes te 55? Maar met de soft is dat wel begrijpelijk. Ik denk als ik over de finish ga... Als je erover heen gaat. Oh. Dat was het bijna. Ik zat heel erg naar mijn plan om naar te mijn... kijken. Nee, ik zit op de gas. Ik had nog wel verschillende prins, jongen. Oh, dat was het bijna. Alles. Nee, ik zit nu als ik binnenkom 40%. Oh my god, ik dacht misschien op het gras. Ik denk als je vuile banden hebt, dan kan je misschien nog pakken. Oh, sorry. Maar ik was echt bang dat hij opzij zou schieten. Dus ik ging van mijn gas af, stuur rechtuit. Oh shit. Ik dacht voor een seconde schrik je dan voor mij. Want ik denk, ik zit toch heel ver naar links. Nee, ik zat naar mijn banden te kijken. Ja, oké. Oh. Kan iemand even de stand screenshotten ook? Oh, lekker P4. Ik zie er maar 12. Ik kan de rest niet zien. Of kan ik er maar 12, ja.